ruitschade? Service, reparatie en zorgeloze financiële afwikkeling. ABS Autoherstel Ad de Groei doet reparaties van alle soorten ruitschade. Rietdekkersweg 3, Woerden. Goedendag. Deze keer is Woerden TV op de locatie van het Stadsmuseum. En er gaat vandaag en vanavond heel wat bijzonders gebeuren. Naast mij staat Stephanie. Stephanie, een Stadsmuseum, maar vanavond toch iets bijzonders. Ja, iets heel bijzonders. Wij organiseren vanavond samen met Café Onze Vrienden, dat is onze buurman, een openluchtbioscoop helemaal in Italiaanse sferen. Nou, is het natuurlijk spannend te weten, wat gaat er voor film draaien? Ja, dat is ook een spannende film. The Talented Mr. Ripley gaan wij draaien. Een hele mooie film. Zowel spannend, maar ook wel een beetje romantisch. En wat zijn de faciliteiten? Normaal is het verkeer in deze straat. En kunnen mensen ook wat eten en dergelijke? Ja, natuurlijk. Ja, het is helemaal een avond in de Italiaanse sfeer. De straat wordt afgesloten. Geen verkeer. Er wordt allemaal hartstikke gezellig aangekleed. Er is een pizzawagen. Er zijn hapjes. Er zijn drankjes. Kortom, een festijn van eten en drinken en een prachtige film. En dat is nog even spannend om te weten, wat doet het weer vanavond? Ja, natuurlijk. We hopen dat het droog blijft en niet te koud. Vanmiddag zonnige periode, er zijn wat stapelwolken. En met een zwakke westenwind wordt het zo'n 18 graden. Vanavond ook helder en vannacht eveneens helder. En het koelt flink af tot een graad of 9. De zaterdag levert ook prima weer op, maar in de ochtend kan er wel mist ontstaan. Later komt de zon erdoor en de middag hebben we volop zon, maar er zijn ook flinke stapelwolken. Met een noordoostenwind wordt het zo'n 18 graden. Ook zondag levert prima weer op. Misschien de ochtend wat mist, voor de rest veel zon en de middag wat stapelwolken en nog steeds een oostenwind bij een temperatuur van 18 graden. Dan nog van zondag op maandag verloopt helder. Dat is belangrijk. Er is namelijk een maansverduistering bij volle maan. Dat begint om 1:00 of 2:00, om 10:05 het hoogtepunt en om 7:30 is het afgelopen. En dat betekent dat die volle maan achter de schaduw van de aarde verdwijnt en een beetje licht is die dan dieprood. Voor de rest van de week blijft het gewoon zonnig weer, aangenaam temperatuur van zo'n 18 graden. Dat was voor nu. Maar er is meer. Kijk op woerden.tv voor meer nieuws en actualiteiten. En vergeet vooral je foto's niet te mailen naar redactie@woerden.tv. Dit is woerden.tv. Met woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk woerden.tv.